Panapoei. Ik zit nu. Oké. Okay. Wie is dit? There is new blood in the golden path. This is why we will prevail. Holy shit. Er zou hier een bepaald wapen moeten liggen, maar ik zie hem niet. Ik heb net iets leuks kunnen maken. Oké. Okay. Ik heb dat gewoon. Ik heb eindelijk eens een keertje eigen portemonnee. Holy shit. Ik heb een portemonnee. Oké, dit is kut. Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Een blij mannetje. Waar is in godsnaam? Hetgene wat ik nodig heb. Dat mannetje dat is dood, maar hij lacht. Dat ziet echt heel stom uit. Wauw. Hij ligt met een big smile op de grond, zeg maar. Oh, nou, geweldig. Ja. Was het in ieder geval niet zo heel erg om dood te gaan. Sure. Is a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Pusha. What are you pick it up? Try again. Goed. The wolf's den. Ik heb ook die boog. Wow, dat was mazzel hebben. Is het verstandig om het lopend te doen of kan je het ook gewoon op een... Ik ga het gewoon op... Ik heb het lopend gedaan. Dat is een heel mooi karretje. Ja, gewoon zo'n quad toch? Ja, ik vind het alleen heel erg handig dat die drive and shoot ook allemaal erbij gooit en shit. Oh, hey, er is toch nog een extra wolf. Ja, de kat gaat mij heel erg goed af. Fuck, I'm dood. sorry voor de hekjes, wie van wie dan ook de hekje was. Hey! Gelukkig hoef ik het niet helemaal opnieuw te doen. Ik ben letterlijk gewoon, bij het oude wijf ben ik gewoon, driftend bij de neerkomen te staan. Letterlijk net voor die stoel. Juist, ja. Ik, holy shit, ik vind het nou al gewoon geweldig. Zo, hè, die laatste wolf is dood, dat heb ik me net aan overleefd. Amira sent me up. I have some kind of wild animal problem. Maar dat wijf praat ook voor geen meter. Ja, die is een beetje stil. Mijn game lagt. Waarom lagt mijn game? Ik heb geen idee. Oh, het is alweer opgehouden. Oké. Wie dit ook niet. Oké, oud wijf. Ik mag wel alles gaan lopen doen, zeker. Waarschijnlijk wel, ja. Nou ja, tijd om de kat weer op te gaan. Op naar de dingen. Ik ben alweer op weg terug naar dat oude wijf. Ja, ik moest even een paar dingetjes. Die wolven aan het weg, oké. Okay. En oeh. Ik heb een goede kill gemaakt voor mijn wolf.
Weet je hoe? Nou? De kwad. Ja, ik had eerst een keertje met die boog geschoten. Ik heb ze allemaal doodgesneden. Ik heb daar alles met een mes gedaan. Ja, ik kwam toevallig een klein beetje in de buurt kwam ik met de kwad. Ik zag er eentje, zag ik over een prooi gebogen staan of whatever dat het was. Mm-hmm. Toen had ik iets van, ja, ik probeer eerst wel even te schieten. Nou, ik miste twee keer, hij rent weg. En dan had ik iets van, ja, dan kom ik maar iets dichterbij met de fucking kwad. Ja, wat hè? Staat ik een tuk-tuk? Kan ik ook met de tuk-tuk rijden? Ja, ik kan met de tuk-tuk rijden. Ik ga met de tuk-tuk. Kan ik naar die hoogtes? Oké, dat is te hoog. Even kijken, ik kan iets maken. Wat kan ik maken? Een wapenhouder. Ja joh, prima. Ooit raak ik er eentje. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Nou, het kan nog erger. Ik heb geen pijlen, ja. Ik heb geen pijlen meer. Oh. Gewoon met je best doen. Ah, ik heb al iets beters. Kwad, ben je er klaar voor? De kwad is er klaar voor. Stuntlet! Oké, stuntlet kan dus niet. Oké. Het stuntlet idee ging best wel snel voorbij. Oh. Nee? Je kan dus geen echte jumps maken met de kwad. Oh. Ja, de kwad kapot. Ah, hij lag op zijn zij, maar. Oh. Ik wil weer een baan op buur. Ik zie een bed, dus ik ga in bed. Dat kan niet geweldig. Hey bitch! Ik heb je blijkbaar gewoon een keertje je fucking kop geraakt! Verder alles goed? Ja! Oké. Ik heb alleen blijkbaar een van die wolven dus toch geraakt. Mm-hmm. Vanaf het vantage point, dus hey. Daar ben ik fucking blij mee. Altijd. Ah shit, full, oké. Map. Crafting. Oh, ik moet hier binnen wezen, oké. Wapenholster is altijd handig. Dit beest even dood wegsnijden. Nou, bitch, wat jij bij je? Pigskin, oké. Goed genoeg. Hier ligt een dode man. Wat heb jij bij je? Pijl, sparkles. That's all, oké. Die sparkles, die had hij bij mij dus niet. Dus ik heb die grot kapot geschopt en ben er heel snel uitgerend. En waarom dat goed ging, weet ik eigenlijk niet. Ik moet een toren veroveren. Ik mag nog steeds niet in co-op. Weet je wat leuk is? Jij hebt dat kapot geschopt, maar er ligt zo'n explosieve barrel gewoon binnen. Ja, die lag er, ja, die barrel lag er wel, maar... Ja, weet je wie dat ook kan oplossen? Nou. Gewoon letterlijk een pijl tegenaan schieten. Ja, maar ik kan niet schieten met die stomme pijlen, dus dat heb ik niet eens geprobeerd. Ik heb hem gewoon kapot geschopt. Ik stond in de deuropening van... van dat dingen. Er staat hier een plukbloem, maar ik kan hem niet plukken. Oké. GG. Ik zie de tower al waar ik heen moet.
Jij zit dus geluid te maken, Wolf! Wat heb jij bij je? Nog een mooi stukje van je leer. Nu ik iets erop gewoon mijn inventory zelf kan zien. Oei, ik hang aan een touwtje. Maar is ook iets waardoor ik maar... onderweg naar beneden. Is ook ergens iets waardoor ik fucking inventory kan zien. Ah, hier, loopback. Ik hoop dat na deze toren dat we dan wel gewoon samen mogen spelen. Want anders duurt het heel erg lang. Klopt. Het is toch wel leuk als we ook nog een keertje echt samen gaan spelen. Klopt. In plaats van gewoon met elkaar praten en vertellen wat we aan het doen zijn. Yep. Ah ja, ik gooi allebei die fucking handschoentjes al weg. Daar heb ik toch niks aan. Ik sta liever even een beest open voor zijn huid. Om er volgens niks mee te kunnen doen. Aangezien ik blijkbaar niet genoeg ingrediënten heb. Ja! Oké. Okay. Oh fuck, ik heb nog steeds de pijn aan bovenlijn. Nee, ik zit er op stuntmobiel. Ja, ik hoop dat hij gewoon heel snel naar vijand loopt. Kijk, hier ligt gewoon iemand. Je hebt nog een wapen bij je, jongetje. Omdat mij dan bracht, daar kan ik niks mee. Ik heb wel een cameralens gevonden. Okay. Roger, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. Hmm. It's a good idea. But you keep them. She has enough of her Tonka paintings. I'm sorry, Tonka what? This one is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra. Kijk, hier ligt een dode vijand. Heeft die nog een wapen? Ah, lekker beetje cola. Het is niet het beste wapen, maar ik heb een wapen. Oh, ik heb ijsthee. De ijsthee vond ik altijd nooit zo lekker. Ik heb altijd cola op mijn kamer staan, altijd. Ja, mijn cola is op. GG. Dwarf's Den, mission complete. Woo! Oké, okay. Terug op de quad. Terug op de stunt quad. Fast travel is available. Oeh. Doe klein niet. Oh, ik ben dood. Ik viel van een berg af. Goed gedaan. Goed hè. Ik ben tegelijk heel erg de stunt quad aan het leren te gebruiken. Oké. Dus binnenkort. Is gewoon de stunt quad, officiële CSP voertuig. Ik moet het echt ook gewoon een squad gaan hebben. Nou, zullen we dat niet doen? Ik betwijfel of dat zo verstandig is. Tuurlijk is het gewoon goed om een quad te hebben. Waarom? Nou, gewoon stunt quad. Mm-hmm. Gewoon altijd leuk. Lekker op squad zitten. Op een fiets. Ik krijg al die wapen dingen krijg ik nu te zien. Dus al die wapens die ik kan krijgen. Oké. Sparkles. Jij mag weg. Plastic tiger. Jij mag weg. Speed. Holy shit. Ik heb speed. Oh ja. Die heb ik ook al een paar keer gehad. Hè. Wedding foto's. Jij mag verkopen. Sewing kit. Sewing kit. Kun je die ergens voor gebruiken? Niet. Die condoom ga ik sowieso verkopen. Ja. Mom's Note. Als je een condoom wil hebben, dan vind je pas wel weer een nieuwe. Ja, cocktail napkin. For a business classified, scribbled in the lower corner is the phone number of a stewardess which is sealed with a red lipstick kiss. Die kan je verkopen, doe ik niet. Telefoonnummer, altijd handig om te hebben. Zie je het iets? Een self-help boek? Heb ik ook niet nodig.
Zakje wiet, ook niet nodig. Pager, hou ik wel gewoon even bij me. Maar wiet is toch hartstikke leuk? Ik weet niet of ik er veel mee kan. Shoemakit heb ik ook gewoon bij me, voor het geval dat. 26.000. Oké, ja, doe maar. Eventjes gaan even al mijn woke deck erbij gekocht. Goed, wie is dit?